We hebben een manifest gepubliceerd over klimaat. En daarin beweerden wij dat de temperatuur sinds 1850 1 graad gestegen is. Waarop de Volkskrant zei, nee, dat kunnen we niet platen. We kunnen geen plaatsen, want feitelijke onjuistheden willen wij niet in onze krant schrijven. Dit is fake news. Dat woord hebben ze niet gebruikt, maar daar kwam het op neer. Dus het eerste wat ik deed was Marcel Krok bellen en zeggen, kijk, hoe zit het nou? Want ik ben zelf niet een wetenschapper en ik ben niet zo goed thuis in de materie. En we hebben het opgezocht in het IPCC-rapport. En het IPCC-rapport zuift tussen de 0,99 en 1,09 graad. Dus afgerond 1 graad stijging. En dan zie je dus een goed voorbeeld van zelfs het IPCC, die toch ook niet zo geheel neutraal is, een onderdeel van de Verenigde Naties, zelfs zij zeggen dat het maar 1 graad is. En dat er dus een paniek gecreëerd en geschapen wordt, de feiten gewoon simpelweg ontkend worden. En een instituut als Clintel is bij uitstek een instituut die wat dat betreft feitelijke en juiste informatie geeft, onderzoek doet, rapporten, zaken goed en gedegen voorbereid. En het is dan ook echt ongelooflijk en schandalig dat Poynter op die manier Clintel wegzit en hun verdenkt van geheime bronnen met oliebedrijven enzovoort, waar niets van waar is en waar ook geen hoor en wederhoor geplaatst is. Al dat hout wat in die biomassa's, in die biomassa-centrales verloren gaat, dat de oorspronkelijke bedoeling was dat dat resthout was en zo. Er worden hele bossen in Estland voor kaalgeslagen, verpulverd en in boelcarriers naar Nederland gebracht om hier in die biomassa-centrales te worden opgestookt. Ja, een kind kan begrijpen dat dat krankzinnig is.